Yes, we're back. Back in town. Naar vlog nummer 27 is dit weer. Ik denk, ik praat een beetje zachtjes, want op een of andere manier is de camperplaats. Nou zeg ik het goed, mag niet camping zijn. Het is heel stil. Iedereen is heel stil. Ze zijn allemaal aan het mediteren. Nou, dat denk ik niet. Nee, denk ik dat niet. Ze zijn allemaal dronken. Nee, ook niet. Ik heb mijn zonnebril op, die heb ik hard nodig, want mijn hoofd is nog niet helemaal goed. En wat er is gebeurd, dat zie je in deze vlog. Vooral aan het eind, hè? Ja, ik ben weer figurant. En die heeft de hoofdrol. Wow, hé. Hey. Wat een nacht vannacht. Dit was echt een nacht zoals ik nog niet veel heb gehad. In ieder geval, het is geloof ik niet onder de 24 graden geweest. Dus het was echt warm. Maar rond 12:30 begon er iets te piepen in onze hut. En ik herkende dat geluid wel, want dat is een geluid dat komt als het water bijna leeg is. Ik eruit, midden in de nacht. Want ik ging eerst alle knopjes uitdoen, maar dat ding bleef piepen. Dus ik moest eruit in mijn badjas. Sta ik midden in de nacht met een gietertje in mijn camper. Een gietertje water te vullen. Kom ik terug en je erop zegt, joh, je bent het je weer allemaal aan het inbeelden. Dit is helemaal niet waar. Je bent aan het dromen. Net als dat ik wel vaker droom dat er van alles onder de camper is waar Rob naar moet kijken. Maar ik was echt van overtuigd dat vannacht het geluid afging. Of ben ik gek aan het worden? Zo, ik kom net uit bed. Het is al laat. Maar het heeft ergens mee te maken natuurlijk. Want Wendy die is steeds meer aan het spoken s'nachts. Sterker nog, die hoort allerlei alarmen die er wat mij betreft niet zijn. Het water moet bijgevuld en het toilet piept niet meer als je erop wil. En dit. Nou, er is van alles aan mijn hand in ieder geval. Dus ik sta met mijn goede gedrag midden in deze camper om 1:00 s'nachts. Om geen alarm te horen en ook helemaal geen knipperende lichten, alarmlichten te horen. Maar Wendy staat inmiddels al hier ergens op de camping bij een kraan haar gieter te vullen. Om vervolgens ons waterreservoir te vullen, zodat het alarm niet meer piept, die niet meer piept. Die al niet piepte. Nou, ze komt uiteindelijk weer nadat ze alle schuurdeuren en de hele camper, de camping is wakker, maar komt ze weer binnen. Heb je zachtjes gedaan? Ja, maar je hoort het echt wel schat. Oh, ja. Met het klotsende water en een kraan die je aanzet. Super hard. Maar goed. Uiteindelijk liggen wij weer op bed. En het eerste wat ik hoor als ik vanochtend eindelijk weer wakker word. Ik had mijn bril op mijn hoofd. Maar hij is ergens. Ik heb geen idee waar. Nee, ik ben hem gewoon kwijt. Maar jij gaat hem wel zoeken voor mij, hè? Tuurlijk. Ik moet er gewoon van huilen van deze hele situatie. Het is echt. Huilen? Ik moet er van huilen gewoon. De tranen springen in mijn ogen. Maar het was zo warm vannacht. De tranen springen bij mij in mijn wallen. Dus die ga ik er even uitballen. Niet waar. Ja, even belangrijk. Ik moet er gewoon op terugkomen. Want Rob die doet natuurlijk alsof ik gek ben. Maar hij knippert weer. Eén gietertje erbij was niet voldoende. Dus ik was echt niet gek vannacht. En mijn bril heb ik trouwens weer gevonden. Ik vind dit toch leuk om even te laten zien. Wat hoor je dit? Dat daarachter, daar zijn allemaal Spanjaarden een feestje aan het vieren. En net kwam de beheerder van deze camperplaats even bij ons langs. En die zei, ja, oh ja, ik moet nog even van, want dit zijn Spanjaarden. Die hebben een feestje vanavond en morgen. En ik moet, dan gaat hij bij iedere camper langs, dus om te zeggen. Ja, ik moet zeggen, sorry voor de herrie. En we hebben paella gemaakt, natuurlijk veel te veel, want dat is wat Spanjaarden doen. Dus als je nog mee wil eten, ben je van harte welkom. Dat is toch leuk. Ik ken dat helemaal niet vanuit Nederland. Kijk, niet dat ik er nou naartoe ga, maar ik vind het toch superleuk. Oké, mensen, ik zit net even dat videootje terug te kijken van Wendy. Dan heeft ze het weer over paella en zo. Maar het betrof couscous. Niet heel belangrijk, maar dit is dus waar ik iedere avond en nacht wakker van word. Omdat er opeens paella is waar de couscous is. Snap je het idee? Dus ik wou dit toch even aan jullie kwijt. Hier, ik krijg zelfs applaus. Luister, ik krijg zelfs applaus. Nee, rustig maar mensen, stop maar. Ja. Nou gaat er toch wel even iets weer anders gebeuren dan dat we gewend zijn. Ja, sowieso gaan wij wederom een poging doen om de markt te vinden in Almorari.
Wij hebben dat ook een keer eerder gedaan op zondag. ChatGPT zei dat het ook op zondag was, maar het schijnt op zaterdag te zijn. Het is nu zaterdag. Oh, dat scheelt. Nou, dus nu zal het er moeten zijn. Nou moeten we alleen nog op de goede tijd weten aan te komen. Maar dat is echt een beetje wat wij doen. Nou, het is nu 9:50, dus dat moet wel goed komen, toch? We gaan kijken. Het leuke van dit verhaal is, Soep, je weet wel, die poes van ons, die had zoiets van, oh, ik heb het idee dat jullie naar de markt gaan. Dan wil ik niet opgesloten worden. Dus die is gelijk hier de fabriekshal ingerend. En die zag al dat haar lampje onder haar trekker begon te branden. Zo van, oh, ze komen me halen. Dus die bleef heel erg zich verstoppen. Wegwezen. En toen hadden we opeens zoiets, dat wil zeggen, Wendy. Ja, van, joh, kan die niet toch gewoon lekker buiten blijven? En we zetten gewoon een natje en een droogje neer. En dan komt het ook wel goed. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Wij gaan nu gewoon fietsen. En zij zal zich alleen buiten mogen vermaken. Ja, want zij is hele dagen hier buiten. Ze slaapt alleen 's nachts binnen. Dus ja, dit gaat gewoon goed komen. Voel ik aan alles. Wordt vervolgd. Nou, we hebben hier in ieder geval een of andere Chinese toko. Het is een kruising tussen een Action, een Macro en een Aziatische toko. Ze hebben hier alles. Nee, nee. Ze hebben niet een kettingje voor mijn hangertje. Voor de rest hebben ze wel. Ja. Maar moest kijken hoe leuk. Ja. Echt leuk. We hebben tegenwoordig een eigen gardien tuintje voor onze kamper. Ja, weet je. Gras, want Wendy wil graag met haar poezelige voetjes niet over de steentjes. Maar nee, ik vind dat ik veel te veel viezigheid meeneem in die camper en dat wil ik niet dat meer. Dat vinden wij allemaal. Dus ik wil wel mijn schoenen uitdoen, maar dan wil ik niet op die kiezel staan. Nee. Dus we hebben een grasmatje van Wendy's poezelige voetjes aangeschaft. Ja hoor, we zijn op de goede dag en op het goede tijdstip. We zijn gewoon op de markt van Almere. Ja, dit is dat pleintje dat wij eerder hadden laten zien wat zo rustig was. Maar wij zagen ook al straten met heel veel marktkramen. Ga ik zo even laten zien. We hebben wel even iets geleerd hier op de markt. Wij zijn echt stel domme gasten, maar dat maakt niet uit, want wij leren iedere dag weer. Hebben we een leuk doek zien behangen, maar die hadden we eigenlijk ook weer niet nodig, want die wouden we aan de luifel hangen, zodat we niet zo in de zon altijd zitten. Maar ja, tegenwoordig wordt het alleen maar drukker en drukker op de camper. Camping, waardoor er campers altijd staan en dan kunnen we in de schaduw van die andere campers zitten. Dus we hadden het doek niet echt nodig, maar ondertussen had die man al verteld dat het 10 euro was, dit en dat, afwegen. Nou, we doen het niet, we lopen weg. 8 euro, zegt hij. Oh, ik denk van nou. Oh, dat kan ook natuurlijk. Lopen we nog een stap verder? 6? Alleen vandaag, 6 euro. Ja, toen waren we verkocht. Ja, en wie komt er luidmouwend op ons af? Joepie. Ik ben een broek aan het maken. Ja, van wie is die broek? Ja, van de beheerder van deze camperplaats. Die hoorde dat ik mijn naaimachine bij me had en die had gelijk een klus voor me. Nou, maar dat is wel leuk hoe het hier werkt, want iedereen helpt elkaar met dingetjes, hoor. Dat is het, over en weer, dus ja, dat doe ik gewoon. Superleuk. Dit is hier dus een feestje vandaag. En er is dus live muziek. Even kijken. Het blijft bijzonder wat ik ervaar hier qua sferen in Spanje. Ik vind het elke keer. Het is toch heerlijk, hoor. Wat? De sfeer gewoon, waar ik ook ben in Spanje. Dat is super. Yeah. Wij hebben iets heel bijzonders aan de hand hier. Ja. Vertel eens even, Robert. Oh, mag ik het vertellen? Ja, Daar ben ik wel blij om. Want kijk, wij staan gewoon niet vermoedend hier dat feestje van die camping een beetje gade te slaan. Komen de twee Nederlanders, tenminste, dat wisten wij toen nog niet, maar die komen langslopen en zeggen hallo. Nou, wij zeggen hallo, want dat doen wij meestal als mensen hallo zeggen. Komen ze opeens op ons aflopen, ik schrik me helemaal kapot, en dan gaan ze over poezen praten. Nou ja, dan heb je contact, dat is hartstikke leuk hoe dat gaat. En weet je waar dit eindigt? Bij hun in de camper. En ja. Niet waarom jij denkt dat eindigt bij hun in de camper, wat trouwens een prachtige camper echt is. Echt heel gaaf! Die hebben ze helemaal zelf gemaakt. Ik moet heel even laten zien. Maar ik wel af. Ja, kijk, ja. Hier, ik sta er vlak voor, moet je kijken.
Dit hebben ze helemaal zelf gedaan. Dat is niet normaal, hè? Dat is toch gaaf. We hebben hier gewoon te maken met een kunstenaar en een illustrator. Klopt. Ja, maar niet alleen een illustrator, ook een inspirator. Dat moet wel erbij gezegd worden, want deze dame heeft een kaartendek gemaakt. Nou, wij hebben vele kaartendekken gezien in ons leven inmiddels, maar deze gaan wij gebruiken in onze coaching, kan ik even klappen. En hij heet Levensdans en nou, heel bijzonder, we hebben er gewoon een gekregen die we kunnen gaan gebruiken. Dat is toch goed. Nou, ik wil toch even weten, wie ben jij eigenlijk? Zo, wie ben ik eigenlijk? Zo, dat is een hele grote vraag. Nou, jij je hoeft niet helemaal de diepte in. Nee, nou, jouw naam. Genoeg, hè? We hebben elkaars naam. Ja, jouw kunstenaarsnaam. Zeg maar. Mijn kunstenaarsnaam is Halili. En hoe kunnen ze jouw kaartendek vinden? Naar Instagram, Halili met drie kleine streepjes. Maar als je op Halili zoekt, dan... Halili met drie kleine streepjes eronder, mag er ook boven, maar dan moet je hem weer even omdraaien, want dan zitten ze er weer onder. Maar daar vind je een kaartendek echt een aanrader, echt waar. Maar ik, misschien ook wel, als je gewoon zoekt op Levensdans, kun je het dan ook vinden? Ja, of Halili. Oh, wauw, nou. Nou mensen. Leuk hè, ik word hier weer zo blij van. Superleuk. Zo is het. Kijk. Hij is altijd bezig om vlogs op te nemen of stories om jullie deelgenoot te maken van dit prachtige moment weer. Mooie muziek live. Eens kijken. Gaan we door. Hey Robert. Ja, weet niet. Dat was lekker knullig net, hè, bij de afwas. Wat? Met soep? Nee, met die meneer die daar stond af te wassen die met ons wilde praten. Ja, maar dan blijkt opeens dat Duits toch niet onze sterkste kant is. We kunnen er geen reet van, nee, van Duits. Ik moet zeggen dat ik wel verward ben ondertussen. Want ik zit Spaans te praten. Spaans, Frans, Nederlands. Ik ga met Belgen om. Die hebben ook andere woorden. Ik begin het ook een beetje door elkaar te halen. En dan moet ik natuurlijk ook nog met jou praten. Dat is best wel apart. Heel veel met mij praten. De taal van de liefde, dat is toch ook weer een aparte taal. Dus maar Duits viel me erg tegen. Ik moest echt omschakelen. Nou, mij ook. Ik heb het misschien maar 1 of 2 jaar gehad op school. Ik kan er echt helemaal geen reet van. Nee, dat vond ik ook. Jij kon er ook niks van. Dat had ik niet gedacht van je, Rob. Nee, ik val mezelf ook een beetje tegen. Dus ik ga weer oefenen. Het is meer dan 3 maanden geleden dat wij een podcast hebben opgenomen voor Moeiteloos Lekker Leven. En we zijn er weer, hebben we bedacht. Zeker, en dat vind ik heel erg leuk. Maar we hebben een heel nieuw concept gedacht. Want dit is eigenlijk een podcast die we opnemen voor Moeiteloos Lekker Leven. Zoals we dat al gewend zijn, een aantal afleveringen. Maar dit wordt een combinatie. Want we houden hier de podcast. En die is te beluisteren via Spotify bijvoorbeeld. Ja. Maar wij zullen ook een deel van deze podcast als mijmering eruit knippen. Zodat we die kunnen uploaden op YouTube. Als mijmering van onze wekelijkse vlog. Dat is lachen, maar ik wil er toch nog ook nog over zeggen waarom die mijmering. Omdat we vorige week voor het eerst een mijmering hebben gedaan. En ik moet zeggen, ik ben best wel overweldigd door het aantal reacties. Zowel online, dus mensen die ook gewoon in het openbaar reageren. Als ook via onze DM's, onze direct mails, onze persoonlijke lijntjes met mensen. Hoeveel positieve reacties er zijn gekomen over die mijmeringen. Dat mensen gewoon lekker mee aan onze tafel zitten te luisteren naar onze gesprekken. Dat heel veel mensen inspireert. En dat, nou, ik moet zeggen, ik vind dat heel bijzonder en super gaaf om te doen. Er waren vorige week dus best wel wat vragen onder de mijmering vanuit Spanje. En goed om te weten dat wij die vraag hebben beantwoord in de podcast. Dus wat je nu niet ziet in deze vlog, ga je wel horen in de podcast. Dus als je deze vlog afgekeken hebt, als we jullie weer gaan naar de podcast. Maar nou wil ik toch eigenlijk ook even door, want ik neem aan dat we hier dan ook antwoord hebben gegeven op deze vraag. Maar ik wil even door naar de mijmering als het ware. Want weet je wat ik heel veel merk, zelfs in zo'n goed bedoelde vraag als deze. Wat doe je als? Kijk, op het moment, en ik merk echt heel sterk met z'n allen, dat er heel veel vragen gesteld worden. Als het om soepie gaat, of als het om ziekte gaat, of als het om financiën gaat, of als het om camper staanplaatsen gaat. Het maakt me niet uit. Heel veel vragen worden gesteld vanuit een bepaalde angst. Vanuit een angst voor tekort. En de angst voor niet lukken. Ja, maar dat noem ik dan even tekort. Ja. Dus een tekort dat je ziektekosten niet kan betalen. Een tekort dat je niet genoeg geld hebt. Een tekort dat je
geen camperplaats weet te vinden op tijd en tekort. Ik weet niet wat allemaal. Maar ik kan maar één ding zeggen. Door de vraag zo te stellen en op deze manier te denken, doe je jezelf tekort. En dat heeft er alles mee te maken. De taal die je bezigt, in de vraagstelling zit al een bepaalde vibratie van tekort en van angst. Als ik alles aan de voorkant al wil dichttimmeren, dan ben ik op mijn laatste levensdag nog aan het timmeren. De enige manier om de controle over je leven te krijgen, als je dat dan zo graag wil, is om hem volledig los te laten. Pas, ik heb ooit eens gelezen, iemand die echt financieel vrij is, is diegene die niks meer heeft. Ja, die heeft niks meer te verliezen. En die voelt zich echt vrij. Want van hem of haar kan niks meer afgepakt worden. Daar kan niks meer van gestolen worden. Die kan niks meer kwijtraken. En die hoeft ook niks meer te missen als het er niet meer is. Dit klinkt natuurlijk een beetje paradoxaal, tegenstrijdig. Maar feitelijk, als je heel goed daarnaar kijkt, is dat wel zo. Dit is eigenlijk ook in lijn van wat Wendy eerder zei in de podcast. Als je niet zo hoge eisen stelt aan wat je allemaal nodig hebt, voel je je al sneller veel vrijer dan als je dat allemaal wel nodig hebt om een bepaalde bevrediging te voelen. Daar zit het in. En op het moment dat jij dus alles wil aftikken, oftewel alles wil controleren, dus eigenlijk alles wil hebben, voordat je de stap neemt naar vrijheid, zal je zien dat door dat allemaal af te timmeren, heb je feitelijk je eigen gevangenis getimmerd, waar je helemaal niet meer uitkomt. Elke controlepunt die jij gaat maken, is feitelijk een spel van de gevangenis die je neerzet. Mocht je dat allemaal niet meer belangrijk vinden, en ik hoor jullie al zeggen een aantal van, ja, maar je kan het niet zomaar niet dit doen of zomaar. Dat is maar net de vraag stellen, vind ik dan altijd. Is het dat nou werkelijk waar of is dat alleen voor jou waar? En ik durf je te zeggen, het is alleen voor jou waar. Want sowieso is er maar één ding wat je in het leven moet. En dat is doodgaan. Daar slaagt ook iedereen in. Omdat dat het enige is wat moet. Alles wat tussen geboren worden en doodgaan in zit, is een keus. Wij hebben gekozen voor vrijheid. Op onze manier, want helemaal vrij zijn we natuurlijk ook niet. We hebben ook een ziektekostenverzekering. Enerzijds omdat het verplicht is, anderzijds omdat het ook wel verdomd handig is voor als er inderdaad iemand gruwelijk ziek wordt. Maar het registreren van mijn camper in Spanje, omdat ik dan weer een paar maanden daar ben of zo, en dat dat dan allemaal weer moet, dat wordt allemaal zo moeilijk voor mij. Dan denk ik van ja, dit is echt weer allemaal systeemdenken, allemaal verzonnen regeltjes die eigenlijk niks dient. Daar word ik ook niet zeker van, daar voel ik me ook niet vrijer door. Dus joh, ik verdiep me er niet eens in. Nee, en dit laat ook zien dat je ook een keuze hebt in hoe erg je dingen allemaal wil vastpakken en hoe erg je tot op heel veel cijfers na de komma je wil voldoen aan de regels die er allemaal zijn. En geloof me, hè, ik kom daar vandaan. Ik kom er vandaan dat ik het eigenlijk altijd heel graag goed wil doen. Dat ik denk, ja, die regels zijn er niet voor niks, daar moet ik me aan houden. Ik ben ook een soort van in die zin braafste meisje van de klas. Maar ik merkte ook dat nou juist me zo'n gevangen gevoel geeft exact. En gaf. En dat het me veel vrijer maakt om daar eens wat losser in te zitten. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik vind het oké, hè? Iedereen die zich aan regels wil houden. Ja, en ik vind, zeker ook op bepaalde momenten, dan denk ik van ja, wacht eens even. Dit gaan we gewoon zo doen, want dit hoort zo. Dat is gewoon hoe ik in elkaar zit en wat voor mij fijn voelt. Maar ik denk dat het daar juist om gaat. Dat heel veel mensen verloren zijn wat eigenlijk voor hunzelf nou fijn is. En gewoon in de automatische piloot meegaan in allerlei dingen die bedacht zijn. En meegaan in allerlei dingen die geroepen worden. Wat dat betreft zou ik zeggen, moet je bijvoorbeeld helemaal niet in Facebookgroepen zijn.
waarin mensen van alles gaan uitleggen over hoe dingen zitten en hoe het werkt. Want dan word je pas angst aangepraat, want in no time hou je niet aan regels. Is je camper te zwaar? Blijf je te lang weg? Verzin het en je kan je niet aan regels houden. Ik wil daar niet meer zijn. Ja, ik hoor wat je zeggen. Er sprongen heel veel dingen in mijn hoofd die ik nog wilde delen. En die springen er net zo makkelijk ook weer uit. Maar kijk, wat je daar zei over Facebook. Het is hetzelfde als dat je een sneetje in je vinger hebt. En dan ga je eens even googlen. Wat heb ik precies aan mijn vinger? Nou, als jij een sneetje in je vinger hebt en je gaat googlen in de medische encyclopedieën online. Of wat dan ook, wat het allemaal zou kunnen zijn. Nou, dan weet ik zeker dat je aan het einde van de dag pas echt ziek bent. En dat heeft te maken met alles wat je gelezen hebt en alles wat het zou kunnen zijn. En alles van en dan voel je allerlei pijntjes overal. Oh ja, dit zou het ook kunnen zijn, dan ga ik me daarin verdiepen en dit en dat. Nou, voordat je het weet, zit je bij de dokter. Want je hebt jezelf helemaal ziek gedacht, gelezen. Zo werkt het in het leven. En ik moet opeens aan iets anders denken. Dat is ook iemand die had gereageerd en die zei van, joh, dat was een heel lief berichtje. Laten we dat vooropstellen. Ik vind alle berichtjes in principe lief. Want het komt uit de persoon. Maar deze persoon had gezegd van ja, heel mooi wat jullie doen, dit en dat. Maar ik ben blij dat ik mijn leven leef zoals ik dat leef. Want het is ook, ondanks dat ik ook misschien wel mijn dromen heb. Maar weet je, we kunnen ook niet allemaal doen wat jullie doen. Want dan zou het wel een chaos worden. Want dan is het hartstikke druk in het buitenland. En iedereen is dit en dat. Nou, daar kwam een hele tirade van waarom het goed is dat niet iedereen doet zoals wij het doen. En het eerste wat ik denk... Ja, dat is jouw waarheid. Van mij kan wel iedereen dit doen. Waarom niet? Het is weer vanuit tekort gedacht. Het is, hoe goed bedoeld ook, hè? Maar het is weer een gedachte vanuit angst dat het allemaal zou vastlopen. Dat het allemaal om zou vallen. Dat de economie zou stagneren. Want iedereen, er moeten toch ook mensen gewoon werken. Wij werken ook overigens, maar goed. Daar werd dan ook van uitgegaan dat we dat niet deden, denk ik. Maar iedereen. Dus er was al een hele overtuiging, een hele gedachte dat het leven wat wij leven, al zou iedereen dat ambiëren, dat dan niet zou kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel kan. Alleen je hebt wel dingen anders in te richten met z'n allen. Maar op het moment dat iedereen goedwillend is en iedereen dat op een andere manier gaat doen. Want ik weet zeker dat wij willen in Spanje. Maar ik weet zeker dat heel veel Spanjaarden naar Nederland zouden willen om eens even wat koelte te pakken. Dus. Dat valt allemaal in te richten. Het is eigenlijk weer een negatieve gedachte. En daarmee creëer je ook dat een waarheid is voor jou. Maar ik denk, het eerste wat ik dacht toen ik dat las van... Ja, zo denk ik helemaal niet. Ik denk dat het voor iedereen weg is gelegd om dit te doen. Als ze dat willen. Maar zeker nog, daar gaat het wat mij betreft juist om. Wat ik gun is dat iedereen doet wat hij doet. En dat hij daar... gewoon simpelweg geluk vanuit ervaart. Exact. Dat is volgens mij waar het uiteindelijk om gaat, dat we hier op deze wereld zijn. Sommige mensen hebben het idee dat ze van ellende naar zorgen, naar negativiteit toe hoppen en weer opnieuw dat hele riedeltje doen. En ik denk dat het helemaal niet bedoeld is, het leven daarvoor. Ik denk dat het bedoeld is om juist zoveel mogelijk fijne gevoelens te hebben, nou, in een hoge vibratie te zitten, ja. En dingen te doen die je gelukkig maken. Maar weet dat dat dus ook begint op het moment dat je praat alsof het al zo is. Praat nou eens in positiviteit, praat eens in mogelijkheden, praat eens in liefde, praat eens in vertrouwen. En stop met praten vanuit angst, stop met praten vanuit negativiteit, stop met praten vanuit ego. Je zal een andere wereld om je heen zien creëren. Dat gaat automatisch zo. En ook deze dame die dacht dat dit niet voor iedereen weg is gelegd. Het is een dooddoener. Ja, dat kan, niet iedereen moet dat tegelijk doen. Niet iedereen doet dat tegelijk. Laten we dat vooropstellen. Dus ga daar maar vanuit. Niet iedereen doet dat tegelijk. Maar dat wil niet zeggen dat jij stil hoeft te staan met het argument dat jij bij die iedereen hoort. En dus de boel maar tegenhoudt dat het niet allemaal explodeert op het moment dat iedereen dat doet. Jij bent een druppel, ga goed voor jezelf zorgen en stop eens met over iedereen te hebben. Wat wil jij? Nou, mooi. Tot zover de mijmering en ook de podcast. Ja, ik vond het wel leuk, hè? Hartstikke leuk. Ik vind het altijd leuk om een beetje met jou te ouwehoeren. Ja. Nou ja, wat ik nu ga doen is, ik ga eens even kijken
Wij hebben zo'n 37 minuten gekletst. Dat is in ieder geval de hele podcast. Ja. En ik ga eens kijken welk stukje ik van de video eruit ga knippen om in de vlog te doen. Dag ja. Mensen, en dan in de vlog gaan we dan nog wel even zeggen van joh, als je het hele verhaal wil horen, dan moet je even de podcast luisteren. Ja, ja, nou ik denk dat dat een goede teaser is, want dan krijgen we ook weer wat luisteraars op onze podcast, hoop ik. Dat zou toch leuk zijn, nietwaar? Ja, het is allemaal trucjes, leuk. Allemaal trucjes, heel naar. Nee hoor mensen, het is hartstikke leuk. Fijn. Moet je kijken hoe mooi. Dit soort beelden. Weet je over mij? Over jou. Over deze prachtige lucht. Is toch echt prachtig. Dus daar aan die kant. Oh, kijk nou daar. Het lijkt wel vuur in de lucht. Is toch mooi? Je bent er zelfs helemaal oranje van, jong. Ja, dat is kijk niet omdat nou. Ik op Trump stem, hoor. Nog een keer, even daar aan die kant. Het lijkt wel vuur in de lucht. Zij doet altijd één miauw, hè, als je erop pakt. Ja, dan zegt ze dankjewel. Zie je het? Je hebt nergens oog voor, hè? Nee, maar voor mij. Voor mij? Zo, lieve Wendy. Vandaag gaan we iets bijzonders doen. Ja, want ik ben niet zo blij. Niet blij? Heb jij je mindset niet goed zitten? Jawel, want ik vind dat ik nog aardig erbij zit. Maar ik heb wel echt knijterkoppijn. Oh, omdat ik zo last van mijn kies heb. Ik hoop in ieder geval dat het daarmee te maken heeft. Dus hoe dankbaar mogen we zijn dat we toch vrijwel gelijk actie hebben ondernomen om een tandarts te vinden. Ja. Na de kundige leiding van ondergetekende. Ja, goed bezig. Want maar... als daar Wendy lag, wachten we wel even tot we weer in Nederland zijn of zo. Ja, ik ben niet zo fan van de tandarts. Misschien weet je dat nog wel uit eerdere vlogs. Dus ik kijk er naar uit vandaag. Ik ook. Ik ga je handje weer vasthouden alsof je gaat bevallen. Heel goed. Van een nieuwe tand. Dit is toch te lief. We moeten natuurlijk op de fiets naar de tandarts. Krijgen we gewoon van die lieve mensen. Mogen gewoon even een auto lenen. Zodat ik niet in de op de fiets hoef met al die koude wind en zo te langs. Oh man, als ik een slok water neem. Oh. Nou, daar is die. Clinica Dental. Dus voor het eerst gezellig een dagje uit naar de tandarts in Spanje. Ja mensen. Ik sta weer buiten. Het was echt bijzonder. Fantastisch. Ik dacht aan de voorkant... Kost wat, maar dan heb je ook wat. Nou, ik dacht aan de voorkant van... Nou, ik kom bij een of andere tandarts in zijn huiskamer te liggen. Maar niks bleek minder waar. Het rook er ook echt naar tandarts. Het zag er allemaal spik en span uit. Nou, hele leuke tandarts trouwens. Ja, jonge heel vent. Aardig. Assistent ja, of ook. 32 of dat. Allemaal in het Engels. En er moest dus een scan gemaakt worden. Dus niet een foto, maar een scan. En ik moest in een of ander apparaat. En er ging helemaal zo'n scan zo om mijn hoofd heen. Al mijn tanden in beeld. Maar ook toen ik later in die stoel lag. Een soort camera ging er in mijn dat mond. Heb ik gefilmd. Oh, dat heb ik gefilmd. Gaan jullie zien. Ja. Maar... De filling is filterpijn. Maar, en daarnaast, voordat er een wortelkanaalbehandeling wordt gedaan. Want die kans is er. Hadden ze eerst nog een experimentele behandeling die ze wilden gaan doen met lasers. Waarmee ze de sensitivity, de gevoeligheid van de tanden af kunnen halen. Dat gaat direct werken. Moeten wel twee keer terugkomen. Dat is een soort vervolgtoekomst. Wendy krijgt nu een laserbehandeling tegen haar sensitieve tanden. Het is echt een experimenteel behandelende methode die ze doen voordat er een wortelkanaalbehandeling komt. Ja, het is echt high-tech hier hoor. Super gaaf. Ik denk dat we wel ongeveer onze camper kunnen gaan verkopen die naam, maar dan maar niet. En je hebt ook wat zalfjes nodig, die gaan we zo ophalen. Maar dat betekent dat Wendy meteen minder last gaat krijgen. En daarnaast voorkom je daarmee een wortelkanaalbehandeling, want dat vinden ze eigenlijk het allerlaatste treatment als echt niks anders werkt. Eigenlijk ja, dat is wel gaaf. En ik was er al bang voor, want het is al een kies waar al een vulling en opnieuw een vulling. En daar had ik in juni al gedoe mee. Ja. En, wortelkanaalbehandeling word ik niet heel vrolijk van, dus ik hoop echt dat dit gaat helpen. Ja, dit is een beetje de kieswijzer 2.0. De medicatie is ook binnen. Ja.
Dit was een leuk uitje vandaag. Heerlijk, ik heb er enorm van genoten. Maar wat kost het ook, hè? Wat kost het allemaal bij elkaar? Alles bij elkaar 200 euro lichter. Yes. Maar dat is ook al de vervolgtreatments, de volgende twee laserbehandelingen. Misschien dat Wendy ook gelijk de kraaienpootjes weg kan laten laseren, dat weet je niet. Maar dat zit allemaal bij de prijs inbegrepen. Dat is prachtig. Prachtig. Ja hoor, daar staat hij weer met de gasfles. Nee. Wat ben je doen? Ja, dat weet ik ook nog niet. Ik kan het altijd pas achteraf vertellen wat ik aan het doen ben. Een beetje met ik kan het wel gewoon vertellen hoor. Om de koelkast doet het niet zo goed. En wij hebben hem hier op gas staan. En ik had het lumineuze idee van misschien is die gasfles wel leeg. Maar Rob weet nooit zo goed wanneer die dicht is en wanneer open. Alhoewel, we hadden toch net gevonden, af en toe, dat je wel hem op de juiste manier... Je hebt allemaal mooi gel op je lip zitten. Mensen, moet je goed kijken naar de lippen. Je wil niet weten, ik heb allemaal spoelwater en al gel en weet ik veel op die gevoelige plekken. Ik ben zo dankbaar dat ik verlost ben van die knijterhoofdpijn. Ik voel me gelijk 1000 keer beter. Ja, dit... Beetje nieuwsgierig van aard. Vind ik altijd wel leuk. Ze maar niet ineens in de dubbele bodem van de camper komt. Dat mag niet. Nee. Nee, Toep, blijf maar lekker bij ons. Ja, nou. De tyfus met je. Hey, de tyfus met je. Komen we bijna in die bodem. Nou, het scheelde weer niks of ze zat alweer, ik weet niet waar. Nou. Yes, dat was hem weer. Leuk dat je het weer hebt gezien allemaal, tot het eind. Ja, ik vind dat altijd wel bijzonder. Zeker als mensen helemaal tot het eind blijven. Zelf, ik zou het zelf echt niet volhouden. Zeker niet met zo'n stijl. Jawel, leuk. En die wel, hoor ik. Dat is fijn. Tot de volgende keer.